Leuk dat je kijkt naar deze week vlog. Hebben jullie het ook zo koud? Het is echt bevriezend koud nu. Veel mensen onderweg naar de wintersport, maar je kan gewoon naar de weekvlog kijken. Iets anders dan paardrijden. Vandaag is feestje van Tess. En we gaan schaatsen en karten. Daar staat hem. En ik moet even zoeken naar Zonnaatje. Hier is Tessa. Hier is Kim, die denkt dat ze het kan. Kijk, tadaa. Zonnaatje er tussendoor. Tess gaat er gewoon bij liggen. Nou, Vaatje is erbij. Donna, Datum. Veertje, die moet het nog even leren. Dus dat is niet erg. Die is lekker bezig. En Emma. Christine is er ook ergens, daar. Daar is Christine. Die filmt mij terwijl ik haar film. Hi! Dus we zijn lekker bezig zo. Boefjes. Kijk dan. Echt een boeven. Spannende boeven dit. Jullie zien niks. Zondag. En tijd voor de Unicorn Squad. Zo, en tijd voor de Unicorn Squad. Vandaag F4, tweede keer. Met het belletje. Helemaal in het roze vandaag. Een lieve vriendin van ons wees erop dat wel erg veel met haar hoofd omhoog loopt. En daardoor wat, Dat ze moet leren beter haar lichaam te gebruiken. En toen zijn we even gaan kijken. En het handigste is even een Tieleman te gebruiken. Niet omdat ze te sterk is of zo, maar gewoon omdat ze te veel sterren kijkt. Dat is hartstikke gezellig voor sterren, maar niet heel handig voor haar gebruik van haar lichaam. Dus dat moet ze nu beter gaan leren beheersen. Samen met de instructrice hebben we even gekeken wat de handigste stand is. Hoe ze erop reageert en hoe dat gaat. En ja... Het lijkt erop dat het echt. Het lijkt erop dat het helpt. En wel wat meer met haar hoofdje naar beneden gaat. En daar is de andere Unicorn Squad. Het is natuurlijk een duo. En volgens mij is ze er klaar voor. We hebben hier Valina en Tatum. Klaar voor? 1, 2, spring. Kom op, spring. Je kan het. Yay! Daar zit ze. Nou, helemaal goed. Dan was je zo vroeg klaar. Nou, hop, hobbelen. De beesten moeten nog warm worden. Oh, ze wiebelt. Nou, deze is wel uitgewiebeld. Deze kan wel gewoon gaan draven nu. Dus daar gaat ze. Heerlijk. Nou, daar gaan ze hoor, de dametjes van de Unicorn Squad. Zo, ik kan niet eens meer praten ervan. Wieuw! Ze kunnen bijna vliegen. Keurig, dametjes.
Er moet nog even uitgestapt worden. Dat doen we tegenwoordig zonder zadel met een deken erop. Veel mensen zeiden dat ze te lang was. Dat leek een beetje op de foto zo. Want zoals je ziet, zelfs met haar benen helemaal lang, komt ze maar net onder de buik uit. Dus dat valt reus mee. Hou je stil. Dan even je benen tegen belder lichaam aan. Even je tenen recht. Zo, wacht even Bel. Ik zal het even laten zien. Zo. Even je benen tegen haar lichaam aan. Even je tenen naar binnen. En even recht houden. Zoals je op een paard zit. Tessie is niet zo goed in de aanwijzingen opvolgen. Oké. Zo. Kijk. Ze heeft nu geen beugels. Je kan, ga ze recht zitten. Zo. Nou ja, ze kan dat niet. Maar zie je? Daar is de buik. Daar is de hak. Nu zit er gewoon de voet normaal. En dan hebben we hier nog de deken. En dan zullen we even bij haar been nog even laten zien. Zo. Daar is Tess haar been. En daar is pas haar knie. Dus het valt reuze mee met Tess die te lang zou zijn voor Bel. Helaas hebben we weinig tijd vandaag. Dus beide paardjes worden gelogeerd. Tess moet een werkstuk afmaken. En die is Bel aan het doen. En Bella die gaat er als een... Ja, hoe zullen we dit noemen? Een randebiel vandoor. Ze hebben er zin aan. Draf. Nou, blijkbaar had Bel even een uitje nodig. Misschien snap je nu ook waar... Misschien snap je nu ook waarom ze beweging nodig heeft, Tess. De deken zit niet helemaal lekker, maar goed, ze heeft er geen last van, geloof ik. Rona longeert zichzelf altijd. Want voor mij mag ze inmiddels stappen, maar... Zolang ik hier blijf staan, komt ze steeds voorbij. Ik blijf dus staan. Kijk hoe die twee doen. En zometeen komt Verona dus gewoon weer voorbij. Bel luistert nog niet zo goed. Die snapt dat ook niet. Zie je? Hoeft niks voor te doen. Die holt gewoon door. We zijn ook aan het uitdraven voor. Normaal gesproken heb ik natuurlijk mijn volledige focus op Verona terwijl we aan het logeren zijn. Maar dat uitdraven kan ze ook heel prima, blijkbaar zelf. Daar hoef ik niks voor te doen. Ja, dat is ze weer. Kijk, ik ga namelijk ook naar school. Want ja, dat is ook wel logisch. En het is ook best lastig. Want je moet natuurlijk allemaal huiswerk maken. En ik was bezig met mijn werkstuk. Dus, gisteren, dinsdag, kon ik niet rijden. Omdat ik eigenlijk mijn werkstuk een stuk... af wou hebben, want ik had tijdsnood. Dus ging ik mijn werkstuk doen en ben ik wel even een uurtje naar de manege geweest, maar voor de rest heb ik niks gedaan. En heeft ze gewoon een dagje vrij gehad. En als jullie ook een eigen pony hebben, dat is gewoon makkelijk om te doen, want dan heb je het af. Want mijn moeder zei tegen mij van school is belangrijker dan je hobby. En toen ben ik gaan nadenken en toen heb ik dit besluit genomen. En nu is het af, dus ik mag weer rijden. Yay! Tatum is even aan het oefenen op ons belletje. Want wij hebben wat afspraakjes buiten de deur, waarbij zowel Tessa als Kim er niet zijn. En ons belletje moet natuurlijk wel gewoon gereden worden door. En gelukkig is er dan Tatum. En daar is onze Tessa! We doen gelijk maar even een auto-update. Er is deze week niet onwijs veel gebeurd. Maar ik denk, neem jullie toch even mee, want ik vind het eigenlijk wel een prettige manier van even snel alles op een rijtje zetten. We zijn heel hard bezig met Paarden YouTubers Live Event. Het programma wordt in elkaar gedraaid. Iedereen is bezig te kijken wie, wat, waar, wanneer en hoe laat gaat doen. Dus super gaaf. Heb je er nou nog geen kaartjes voor? Hiermee in de beschrijving staat de link. En vol is vol, dus wil je nog naar Paarden YouTubers Live Event? Doe dan zeker even hier beneden op de link klikken. Kun je nog kaartje krijgen voor zowel vrijdag als zaterdag. Ik moet wel zeggen, de zaterdag gaat harder dan de zondag. Oh, ik zeg het verkeerd. Het is
natuurlijk zaterdag en zondag, want het is 7 en 8 april. Wil je nog kaartjes, dan is de zaterdag harder aan het lopen dan de zondag. Dus voor zondag is er nog voldoende, maar de zaterdag moet je een klein beetje opschieten, denk ik. Nou, verder gaat het goed met Bel en Tess. Tess die stopt er regelmatig onder de zonnebank. Dat heb je kunnen zien op Insta-post of Insta-story, moet ik zeggen. Dus mocht je het leuk vinden, zou ik even een dingetje maken. Turing hier ergens. En dan kun je ons ook volgen op Instagram en daar kun je het zien. We zijn ook op zoek naar de eigenaren van Bella tussen 2014 en 2016 ongeveer. We weten wie de fokker is, een hele leuk iemand. En die heeft haar, Bella, verkocht aan een handelaar. En daar zijn ze het spoor bijster geraakt, totdat ze opdook bij een andere handelaar waarvan Nicole er gekocht heeft. En eigenlijk zijn we onwijs nieuwsgierig wat er in die anderhalf, twee jaar gebeurd is met Bel. Dus mocht jij toevallig, heel toevallig, weten waar Bella tussen 2014 en 2016 geweest is. Bette Akkers Bella is haar officiële naam. Dan kun je ons een e-mailtje sturen naar info@hartvanpaarden.nl. En dan vinden we dat gewoon super gaaf om te weten. Er is niks aan de hand met Bella. Het is ook niet zo dat we er iets mee willen of wat dan ook. Het is gewoon pure nieuwsgierigheid. En misschien gaan we er wel een leuke video van maken, zoiets. En verder, ja, Vrantje doet het goed. Henja doet het goed. En Bella doet het goed. Tess die had het heel druk deze week met haar werkstuk. Dat moest afgemaakt worden. Dus toen kon ze niet altijd naar de manege. Dus de bel moest wat meer gelongeerd worden. En Tessa heeft dat heel keurig opgepakt. Want soms is het nog gewoon niet mogelijk om naar de manege te gaan. Dus dat is super top. En we gaan hard aan het werk met paarden YouTubers Leidenwend. Zaterdag gaan we naar Go Social. Dat is ook wel heel gaaf. Dat is bij Floor. Er zijn heel veel YouTubers. Alle YouTubers van Go Social zijn bij elkaar. En dan gaan we het over allemaal spannende dingen hebben. Daar heb ik ook wel weer heel veel zin in. Dus daar vast binnenkort meer over. Nou, bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Ik zie je heel graag volgende week weer. En vergeet vooral niet de kaartjes voor het paarden YouTube Sluitingtent. Staan hier beneden in de comments. En dan zie ik jullie volgende week weer. Of misschien eerst. We zien ons allemaal. Doei!